kom ik beneden, krijg ik de wind van voren. Het was weer laat gisteren, niet? Vraagt van Strees. Het valt wel mee, zeg ik. Nou, zei Strees, uw schoen in de gang stond op de grond van vandaag. En we hebben gisteravond weer uitgespokt. Vraagt ze. Ik zeg niks bijzonders. Laat ze men de wit lint zien. Waar ik mijn kont mee aan kan vegen. Daar sta je op. Bedankt voor de fijne tijd. De korrelbaldames. De rest van de dag waren we steeds net de kooie televisie. Wel beeld, geen geluid. Op zaterdag ga ik altijd oude papier meebrengen op het plein. Zie ik Marie Pulvers de nest kloppen van hun Jan op de container knikken. Ik zeg met Mariet, dat doet het toch niet? Jawel, ze Mariet, wij doen er niks van mee. Onze Jan weet toch altijd alles beter. Ik krijg er groen van. En loop even binnen bij de bank. Ja, paaltje bak ze bruin. Te bruin volgens jullie. Ik zeg, geef mensen een lekkere tosti. Die verkopen mij niet zo'n paaltje. Wij hebben afspraken gemaakt met de overburen. Wij verkopen geen hostie tosti. Piet van Mens wordt geen frieten frikandel. Ik zeg dan, doe mij maar een frietstoof. Kom ik buiten, zie ik Jan Borren de stoep vegen. Hij waar niet in zijn hun. Ik wou oud zijn Jan. En jarige ook al niet meer zijn best. Ik heb mijn kruid verschoten. Ik schiet alleen nog in de koelkast en uit mijn sloffen.